De lage waterdruk binnen Groot Paramaribo moet binnenkort helemaal verholpen zijn, benadrukte SWM-directeur Clifton Linga gisteren tijdens een persmoment op het hoofdkwartier van de organisatie. De functionaris stelt dat er heel dringend de bronnen onderhouden moeten worden. Het gaat nu richting de positieve kant, maar eerder, de afgelopen 2 weken hebben de mensen behoorlijke problemen gehad. Dan praten we over in de Anton Drachtenweg tot Leonsberg, de omgeving, de buurten als Latour, Beekhuizen, Zorgenhoe, Johannes Moengrasstraat en omgeving, een groot deel van Kwataweg. En dat komt doordat we bezig waren met onderhoudswerkzaamheden op het productiestation te William Kraanplein, waar die watertoren is. En natuurlijk zijn die werkzaamheden afgerond afgelopen donderdag, maar vanmorgen hadden we te kampen met een probleem en dat heeft meer druk gelegd op onze voorziening. Linga geeft verder aan dat er een probleem was bij het William Kraanplein dat gisteren ook geleid heeft tot een grote storing op het waterleidingnet. Dit zal na de grote droge tijd worden aangepakt. Dat komt door materiaalmoeheid. We hebben heel snel kunnen handelen om binnen 2 uurtjes dat probleem tijdelijk te verhelpen. En dan menen we dat we met die tijdelijke oplossing dan in na de droge tijd dat probleem compleet zullen aanpakken. Omdat als we nu in deze droge tijd daar die operatie doen om daar die buizen te vervangen, gaan we een heel groot probleem hebben omdat dat station gewoon compleet voor zeker 24 uur of langer uit bedrijf gaat moeten zijn. We praten over een productie van zeker bijkans 500 kub per uur en dan weet je wat voor impact dat gaat hebben op onze voorziening. En natuurlijk horen we die klachten vanuit de gemeenschap en dat zaken ze niet zijn eigen leven gaat leiden hebben gemeen dat we die informatie met u willen delen. Linga stelt dat er ook nog andere gebieden zoals Charlesburg binnenkort zullen worden aangepakt. Er zullen wat grote waterpompen worden geïnstalleerd om de waterdruk te verbeteren.